Voorzitter, dank u wel. Hoe lang moet het nog duren? Hoeveel onschuldig Palestijns bloed moet er nog vloeien? Hoe lang kijken het kabinet en de wereld nog weg voor de gruwelijkheden die het Israëlische regime begaat? Inmiddels zijn er na de brute Israëlische vergelding meer dan 5000 doden en 15.000 gewonden gevallen aan Palestijnse zijde. Elke 15 minuten sterft er een Palestijns kind door luchtaanvallen van het Israëlische leger. Er vallen bommen op markten, op scholen, op ziekenhuizen, op woningen. Mensen in Gaza zijn afgesloten van de wereld. En 1 miljoen mensen worden door de Israëlische autoriteiten onder dreiging geïntimideerd om hun huis te verlaten. Het is werelds grootste openluchtgevangenis. Kolonisten worden bewapend en vallen mensen aan. Wat de Israëlische regering doet, dat zijn oorlogsmisdaden. Er is geen ander woord voor. Amnesty International spreekt zelfs van vernietigend bewijs voor die oorlogsmisdaden. En elke keer weer dat de Nederlandse regering zegt onvoorwaardelijk naast Israël te staan, steunt de Nederlandse regering dus politiek een regime dat oorlogsmisdaden pleegt. En elke keer weer dat de Nederlandse regering blijft hameren op het recht op zelfverdediging van Israël, kijkt de Nederlandse regering weg voor de brute Israëlische vergelding. Want ik wil aan premier Rutte vragen. Is dit zelfverdediging of is dit een brute aanval? Dit is de markt bij het vluchtelingenkamp Jabalia, waar mensen naartoe werden gevlucht toen hun wijk werd gebombardeerd. Zonder waarschuwing gebombardeerd. 69 mensen overleden. Ik vraag aan de minister-president, is dit zelfverdediging of is dit een oorlogsmisdaad? Het gooien van ontbrande fosformunitie op doelen. En ik vraag de minister-president, is dit zelfverdediging of is dit een flagrante schending van het humanitair recht? De wijk Arimal, niet gericht een actie doen. Een hele wijk in Gaza van de kaart vegen. Voorzitter, we kennen helaas het antwoord van de premier al. Deze minister-president weigert over het optreden van Israël te zeggen dat het te ver gaat, zo zei hij gisteren. En elk moment dat de Nederlandse veroordeling van het optreden van de Israëlische regering uitblijft, legitimeert de Nederlandse regering daarmee het plegen van oorlogsmisdaden door Israël. En ik vraag de minister-president daarom om niet meer toe te kijken terwijl de Palestijnen worden uitgemoord en Israël krachtig te veroordelen. Spreek u nou eens uit. U zei net in uw verklaring dat onschuldige mensen niet het slachtoffer mogen worden. Dat is de dagelijkse realiteit in Gaza op dit moment. En dat vraagt om een veroordeling van de Nederlandse regering. En ik vraag de minister-president om er ook voor te zorgen dat de criminele daden van het regime van Netanyahu niet onbestraft blijven. Terecht loopt Nederland voorop om Russische oorlogsmisdadigers te vervolgen voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Maar waar blijft dat pleidooi voor handhaving van het internationaal recht als het gaat om het regime van Israël? Als er een ziekenhuis wordt gebombardeerd in Oekraïne door Rusland, dan spreekt de voorzitter van de Europese Commissie over een oorlogsmisdaad. Wanneer Israël dit soort daden begaat, dan worden er rookgordijnen en mistwolken opgetrokken. En dat is volstrekt hypocriet en selectief. Israël komt al 75 jaar lang weg met het plegen van misdaden. En ik vraag daarom aan de premier, richt een speciaal tribunaal in voor Israëlische oorlogsmisdaden en zorg ervoor dat Netanyahu berecht wordt in Den Haag bij het internationaal strafhof. Sleep Netanyahu voor de rechter voor zijn oorlogsmisdaden. De enige rechtvaardige weg uit deze verschrikkelijke situatie is onderkennen dat het geweld al 75 jaar duurt. Al 75 jaar bouwen Israëlische regeringen illegale nederzettingen. Al 75 jaar is er sprake van een bezetting van Palestijns grondgebied. Al 75 jaar worden onschuldige burgers vermoord door Israël. En elke keer maar weer dezelfde reactie van de internationale gemeenschap. Dat recht op zelfverdediging. En dat deugt niet. Er is maar één weg om dit op te lossen. Stop de al 75 jaar durende onderdrukking van de Palestijnen. En daarom moeten Nederland en de Europese Unie het enige alternatief bevorderen. Eén staat,
met gelijke rechten voor iedereen. Of je nou Joods bent of moslim. En die staat heet Palestina. From the river to the sea, Palestine will be free. Ja. U weet ook dat die laatste opmerking ook een bepaalde associatie heeft. Is ook niet nodig om dat te doen. Dat meen ik echt serieus. Nou, ik maak daar bezwaar tegen. Het heeft ook een bepaalde associatie. Ik waak zeg maar voor de waardigheid van het debat. Hier kan vrij gediscussieerd worden, maar u hoeft niet dit soort woorden in de mond te nemen als u weet dat dit ook soort associaties heeft. Ik geef eerst even het woord aan uw collega's. De heer Erdmans, ja, u krijgt zo het woord. Voorzitter, ik sta hier versteld van dat een collega van mij in deze Kamer openlijke jodenhaat verkondigt. Omdat daarmee maar één ding bedoeld wordt, en dat weten wij, en daar wordt inmiddels ook geloof ik door het OM. Het is antisemitisme, voorzitter. Ik vind dat we dat niet moeten toelaten in deze Kamer. Ik heb daar ook iets over gezegd, de heer Eppink. En dan mag u reageren, meneer Van Baalen. Ja, ik moet zeggen dat hier op dit podium Israël wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, van genocide. Gebeurt dat door Denk zelf? Is Denk zelf de rechter? Of is daar enig instituut of instelling die erover gesproken heeft? Want ik moet toch zeggen dat dat boude beweringen zijn die niet worden gestaafd door de werkelijkheid. Israël probeert alles te doen om mensenleed te voorkomen. Ik ga u nu het woord geven, meneer Van Meij. Ik dacht even dat het een punt van orde van persoonlijke... Dit was voor mij een punt van orde. Ja, dan mag u weer zitten en dan geef ik het woord aan de heer Van Baarle. Maar voorzitter, ik vind het echt stuitend, voorzitter, hoe een legitieme roep om vrijheid en gelijkwaardigheid voor de Palestijnen direct in de hoek gedrukt wordt van antisemitisme of welke vorm van haat dan ook. Ik ben tegen antisemitisme. Voorzitter, in alle toonaarden. Maar als ik zeg, from the river to the sea, Palestine will be free, dan bedoel ik dat de Palestijnen het recht hebben om in dat deel van de wereld in gelijkwaardigheid, vrijheid te leven. Zonder dat hun land illegaal geannexeerd wordt, zonder dat ze onder een apartheidsregime moeten leven en zonder dat ze gediscrimineerd worden. En die 75 jaar lange onderdrukking van de Palestijnen, die moet stoppen. En ik zie dat in de Tweede Kamer, op het moment dat je opkomt voor de rechten van Palestijnen, dat gelijk in een bepaalde hoek gedrukt wordt en dat is stuitend, voorzitter. En daar zijn heel veel mensen in de samenleving ook klaar mee. De heer Brekelmans, VVD. Ja, kijk, de heer Van Baalen houdt een heel betoog waarin hij dit toelicht. Maar hij gebruikt heel expliciet op het einde die laatste zin om te provoceren. Want hij legt het op deze manier uit. Hij weet donders goed dat er op dit moment heel veel Joden, heel veel mensen zitten te kijken en dit als enorm bedreigend ervaren en hierdoor enorm geschokt zijn. Hij hoeft deze woorden hier niet te kiezen. Hij hoeft niet op deze manier te provoceren. Dus ik zou hem willen vragen. Hij heeft een heel betoog gehouden. Hij heeft zijn punt willen maken. Neem deze laatste woorden alstublieft terug, want dit komt keihard aan bij de Joodse gemeenschap in Nederland. De heer Van Baarle. Voorzitter, ik zou aan de heer Brekelmans willen vragen hoe hard de woorden in deze Kamer aankomen bij de Palestijnse gemeenschap die al 75 jaar moeten toekijken hoe hun land illegaal geannexeerd wordt, onder apartheid moeten leven en onder de meest gruwelijke misdaden hun bestaan moeten proberen daar te bestaan. Voorzitter, dit is een pleidooi voor gelijke rechten en rechtvaardigheid voor de Palestijnen. Ik heb u gezegd dat ik voor de gelijke rechten ben voor zowel moslims als Joodse mensen. En om het direct in een hoek te drukken, dat is censuur en het wegzetten van het pleidooi voor de gelijke rechten van Palestijnen. En ik maak daar echt bezwaar tegen om het in die hoek te drukken. Ik neem er niks van terug. Ik kom op voor de rechten van Palestijnen en ik doe dat op de manier hoe ik dat wil. En wij kiezen onze toon. En ik zal u zeggen dat die laatste zin, dat ik die niet meer wil horen in deze Kamer. Dus ik heb u daarvoor gewaarschuwd. Mevrouw Simons, uw opmerking nog. Voorzitter, ik denk dat ik u teleur ga stellen, want zoals de heer Van Baarle stelt, Palestijnen zijn mensen en ook zij hebben recht op gelijke rechten, burgerschap, rechtvaardigheid, menswaardigheid. Mijn vraag aan de heer Van Baarle en wellicht ook aan anderen hier in de ruimte is of zij op de hoogte zijn van het feit dat bij het aantreden van de huidige Israëlische regering in 2022 het de heer Netanyahu was, die stelde dat, en ik quote, voorzitter, from the river to the sea. De heer Netanyahu die ik nu quote, voorzitter. Het was de heer Netanyahu die ik nu quote, die zei, from the river to... Ja, ik ga... Ja, wacht even, ik heb net gezegd, ik bewaak hier de waardigheid. Deze zin is provocerend, het heeft een bepaalde uitstraling. Ja, dat kan best, maar niet in deze zaal zolang ik hier voorzitter ben. Ik zeg het u... Nee...
We gaan over. U kunt daar nog even op reageren, meneer Van Balen, en dan gaan we naar heer Erdmans. Ik heb het gezegd. Nee, we doen dit niet. Nee, meneer Van Baarle, wilt u daar nog op reageren? Ja, voorzitter, het is overduidelijk wat beleidsplannen van de Israëlische regering zijn. In reactie op de vraag van mevrouw Simons, de illegale annexatie, doorgaan met nog meer land van de Palestijnen inpikken. Maar voorzitter, ik maak toch wel ernstig bezwaar tegen hoe dit debat nu verloopt, omdat hier twee Kamerleden die een legitiem pleidooi houden voor de gelijkwaardigheid van Palestijnen, door een deel van de Kamer en ook door de Kamervoorzitter op dit moment de meest verschrikkelijke dingen in de schoenen geschoven worden, waar ik in mijn bijdrage ook afstand van heb genomen. Ik laat me niet in de schoenen schuiven dat mijn pleidooi voor gelijkwaardigheid van de Palestijnen te maken heeft met wat voor vorm van haat dan ook. En de manier hoe dat in het debat hier in de Kamer en in het publieke debat wordt gedaan, is het monddood maken van het opkomen voor die zaken. En daar neem ik echt afstand van. Ja, persoonlijk feit, mevrouw. Dank u, voorzitter. Ja. Voorzitter, ik lees hier een quote voor van de heer Netanyahu. Ik zal de zin nu niet herhalen, maar ik wil wel graag zeggen wat hij zei. Namelijk, die frase die ik niet mag uitspreken, is voor hem, en ik quote, exact het gebied dat hij wil annexeren, met uitzondering van Gaza. Dus als wij kunnen spreken, voorzitter, over mensen die stellen dat zij een bepaald gebied willen annexeren, koloniseren, oorlogsmisdaden plegen, dan vraag ik me echt af, voorzitter, waarom een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer het daar van u niet over mag hebben. Dank u wel. Mevrouw Simmels, u heeft het punt gemaakt. Dan de heer Erdmans nog even en dan... Ja. Ja, voorzitter, ik zou graag een punt van orde willen maken, omdat inmiddels ook bij ons de berichten nu binnenstromen van mensen die zich zeer bedreigd voelen wat hier net gebeurt en de emoties lopen hoog op. Ik zou echt nadrukkelijk willen vragen of het mogelijk is om even kort te schorsen. Want ik denk niet dat we op deze manier, op deze toon het debat voeren, die om wat voor reden dan ook een goed signaal naar de samenleving geeft. Wij krijgen nu al berichten binnen en ik zou het echt heel erg op prijs stellen als wij even kort kunnen schorsen. Zodat wij daar even gewoon op kunnen reageren. Want dit gaat helemaal niet goed. Ik bewaak hier nogmaals de orde. Ik heb de heer Van Baarle aangesproken. Ik heb er geen bezwaar tegen om naar de heer Van Baarle even kort te schorsen. Want volgens mij was u toch aan het einde van uw betoog. Kijk even naar u. Volgens mij was u aan het einde van uw betoog. En de heer Erdmans dan nog even. Ja, ik heb gewoon een interruptie op de heer Van Baarle. Overigens vind ik het niveau zakken tot een bedenkelijk peil hier in dit debat. Ik hoor de anti-Israël retoriek van Denk. Die zien we ook in het uitgelekte programma vanavond terug. Van Denk voor de komende jaren. Dat belooft weinig goeds. Voorzitter, mijn punt is, in Nederland worden Joodse kinderen gepest. In Nederland zijn Joodse scholen dicht of worden bewaakt. Synagogen zijn gebarricadeerd, geblokkeerd vanwege de veiligheid. Wij zien mensen met Palestijnse spandoeken en sjaals en vlaggen lopen. Geen enkel probleem. Als je een Israëlische vlag bij hebt, wordt er gezegd door de politie, berg hem maar onder je trui, want je moet er niet mee over straat. Dat is niet veilig. Hoe verklaart de heer Van Baarle dit? Heer Van Baarle. Voorzitter. Ja, gaat de gang. Voorzitter, antisemitisme, geweld tegen Joodse mensen, het bedreigen van Joodse mensen, verschrikkelijk, valt in alle toonaarden af te keuren en moet aangepakt worden. Altijd. Op elk moment. Wij hebben altijd gezegd dat wij staan voor de gelijke rechten in de oplossing die wij hebben voor zowel moslims als Joodse mensen. In de eenstaatoplossing die wij bepleiten. Voorzitter. Dus ik laat mij niet in de schoenen schuiven wat de heer Erdmans hier naar voren werpt. Dat werp ik verre van mij. Wat ik wel constateer, is als er één groep is in de wereld die al 75 jaar lang aan het kortste eind trekt, onderdrukt wordt en moet toezien hoe steeds meer van hun land illegaal geannexeerd wordt, dan zijn dat de Palestijnen. En ik kan de heer Erdmans ook wijzen op inmiddels een moskee die naar aanleiding van de gebeurtenissen die zich daar ontvouwen, dreigementen heeft gehad. En voorzitter, ook dat is verschrikkelijk. En ik zou wensen dat de heer Erdmans daar dan ook tegen optreedt en daar aandacht voor heeft. Wij roepen op tot de-escalatie daar en ook hier. Dank u. De heer Erdmans.
Als Denk oproept tot de-escalatie, dan bevindt u zich op een andere planeet. De heer Krul zei het net, de berichten komen binnen. Mensen voelen zich bedreigd. En dat voelen ze zich al jaren. Als je in Rotterdam, waar wij samen vandaan komen, met een keppeltje op gaat lopen, dan ben je je leven niet zeker. Dat is iets anders als je een hoofddoekje om hebt. Dat weet u maar al te goed. Als je het straatbeeld ziet, dan is dat voor niemand een probleem. Het gaat om dat elke dreiging is verkeerd. Maar ik zeg u dat u met Denk aan de verkeerde kant staat, want u zorgt voor escalatie. Met uw hele retoriek van net, uw hele betoog is anti-Israël, is anti-Joods, is antisemitisme. Uw spreuk is grof, beledigend, provocerend. Dat is wat Denk doet in dit debat. En dat vind ik bijzonder teleurstellend als volksvertegenwoordiger om op die manier de boel te laten exploderen en te zorgen voor meer polarisatie. U zult zich moeten schamen, meneer Van Baarle. En ik wil graag een reactie op het feit hoe mensen die dit debat volgen zich moeten voelen als zij de Denk-representant zo horen praten over de Joodse gemeenschap. Dank u wel. Voorzitter, hoe zouden de Palestijnen en de Palestijnse gemeenschap in Nederland zich moeten voelen als een pleidooi voor hun gelijkwaardigheid hier in de Tweede Kamer monddood wordt gemaakt? Hoe zouden de Palestijnen in Nederland en in de wereld zichzelf moeten voelen als hier in de Tweede Kamer en ook door het Nederlandse kabinet de oorlogsmisdaden die op dit moment gepleegd worden door de regering van Israël niet eens veroordeeld worden? Laat staan benoemd worden, voorzitter. En ik zie dat de heer Eertmans een eenzijdige benadering heeft, met misvattingen komt, en dat is waar het misgaat in dit debat. En wij hebben altijd benadrukt dat wij staan voor de gelijke rechten van iedereen. En ik zou wensen dat de heer Eertmans dat ook zou doen. De heer Seder, laatste vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor uit de woorden van de heer Van Baarle dat als ik goed luister, dat de staat Israël geen bestaansrecht heeft. U heeft het over dat er 75 jaar al illegaal geannexeerd is. Ik ben even aan het chargeren. Maar klopt dat? Want u gaat voorbij een twee-staten-oplossing die misschien nog zou kunnen gebeuren. Daarmee gaat u voorbij het standpunt van de Fatah, de PLO. U gaat daar veel verder. U zegt één-staten-oplossing. Maar begrijp ik goed, even voor het standpunt dat iedereen dit weet en ook begrijpt, klopt het dat u het bestaansrecht van Israël niet erkent? De heer Van Baarle. Nou, voorzitter, het is goed dat de heer Seder begint met de 75 jaar lange onderdrukking van de Palestijnen. Ik hoop dat de ChristenUnie dat ook als feit gaat onderkennen. Dat al 75 jaar het land van de Palestijnen wordt gestolen. Dat zij leven onder een apartheidsregime. En voorzitter, wat wij bepleiten is dat de eenstatenoplossing de enige realistische weg is voor gelijkwaardigheid. Want wat hebben we gezien is dat de Israëlische regering elke weg naar een twee-staten-oplossing heeft geblokkeerd door illegaal handelen. Er werd steeds meer illegaal land ingepikt. Palestijnen moeten leven onder een discriminerend regime. Moeten lijden onder geweld door kolonisten. Zo'n regime kan niet geloofwaardig onderdeel uitmaken van een twee-staten-oplossing. En daarom zeggen wij, een één-staten-oplossing met gelijke rechten is de enige weg. En die één-staten-oplossing heet wat ons betreft Palestina. De heer Bisschop, SGP. De heer Bisschop, gaat uw gang. Dat was uw laatste vraag, meneer Seder. Voorzitter, ik heb vorige week in een interruptiedebat iets soortgelijks met de heer Van Baarle gewisseld. En nou doet hij het weer. Ik heb hem erop gewezen hoe nuttig het kan zijn om in ieder geval de historische ontwikkeling even na te gaan. Vanaf 1947 een twee-staten-oplossing, wat daar allemaal op gevolgd is. En nu herhaalt de heer Van Baarle zijn betoog en voegt daar nog wat olie aan toe, olie op het vuur. En onder het mom van ik kom op voor de gelijke rechten van de Palestijnen. En ondertussen disqualificeert hij de soevereine staat Israël. Door ze op voorhand, zonder dat daar objectieve vastgesteld is, een veroordeling gevolgd is, door ze op voorhand te beschuldigen van oorlogsmisdaden, waarbij die van Hamas tussen neus en lippen door eigenlijk een beetje, nou ja, gebagatelliseerd, dan wel verzwegen worden. En waarbij voortdurend gesmeten wordt met de term apartheidsregime, wetend hoezeer die term een historische geladenheid heeft. En in ieder geval, ik neem aan, wetend hoezeer dat enorm verschilt van de oorspronkelijke betekenis van dat woord. Komt u tot een vraag? En mijn vraag is, wat verstaat de heer Van Baarle nou precies onder de-escalatie?
dat de Joodse staat verdwenen is, Israël verdwenen is? Is dat de de-escalatie die in voor ogen staat? Heer Van Baarle. Voorzitter, ik ben het niet die over de Israëlische regering stelt dat de Israëlische oorlogsmisdaden pleegt. Het is onder andere Amnesty International is uitgekomen. Vernietigend bewijs van oorlogsmisdaden Israël, hele families in Gaza gedood. Voorzitter, dat is wat Amnesty International zegt. En voorzitter, de heer Bisschop kan daar zijn ogen voor sluiten. Maar wij doen dat niet. Wij keuren die oorlogsmisdaden van de Israëlische regering wel af. Ik ben het niet die zegt dat de blokkade van Gaza in strijd is met alle vormen van mensenrechten. Dat zijn mensenrechtenorganisaties die dat zeggen. En voorzitter, als het gaat om feitelijkheid, zou ik dus aan de heer Bisschop willen houden om zich te houden aan die feiten. Want die liggen hiervoor en die zijn niet te ontkennen. En de enige weg, want de heer Bisschop vroeg mij naar de apartheidstaat, die vindt plaats, ook volgens mensenrechtenorganisaties, die aantonen dat Palestijnen zowel in de bezette gebieden als niet in de bezette gebieden moeten kampen hebben met illegale arrestaties, met discriminatie, met annexatie, met geweld door kolonisten. En daar is een naam voor als je mensen op basis van hun afkomst anders behandelt. Dat is discriminatie. En als dat geïnstitutionaliseerd is, is dat apartheid. Dank u wel. En hoe komt de de-escalatie? Eén staat oplossing met gelijke rechten voor zowel Joodse mensen als moslims. En die staat heet wat ons betreft Palestina. De heer Bisschop. Voorzitter, ja, het is helder hoe de heer Van Baarle aan zijn informaties komt. Ik wil dat verder niet wegschuiven, disqualificeren, maar we weten allemaal, tenzij je de ogen ervoor sluit, hoe eenzijdig veelal dit soort informatie is. En als hij daar als enige op koerst en dan ook nog eens een keer afgaat op filmpjes en op informatie vanuit Hamas, ja, dan kom je tot ongenuanceerde stellingnames. En dan hou je vast, krampachtig vast aan die term apartheidstaat, terwijl dat eerder het probleem vergroot dan dat het tot een oplossing leidt, tot een de-escalatie leidt, omdat het de vijandelijke houding over en weer alleen maar stimuleert. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen van, ik heb geen belang bij de-escalatie. De enige de-escalatie die ik wil is Israël weg. En dan lost alles op. Nou, ik kan u verzekeren, dan krijgen we een nog groter kruidvat daar in die omgeving. Voorzitter, dat de markt bij het vluchtelingenkamp Jabalia is gebombardeerd door het Israëlische regime, waarna er 69 Palestijnse mensen in Gaza zijn gestorven, dat zuig ik niet uit mijn duim, zeg ik tegen de heer Bisschop. Dat zijn de feiten. Voorzitter, dat de mensen in Gaza, de 2,2 miljoen Palestijnen in Gaza, op dit moment afgesloten zijn van levensmiddelen, van voedsel, van elektriciteit, van brandstof en moeten creperen in 's werelds grootste openluchtgevangenis, dat zuig ik niet uit mijn duim. Dat zijn de feiten, zeg ik tegen de heer Bisschop. En dat af te doen als een soort eenzijdige mening, dat is ontkennen van het humanitair recht en van mensenrechten. En ik zeg via u, mevrouw de voorzitter, dat een Tweede Kamerlid dat zegt, zich daarvoor zou moeten schamen. De heer Van Hagen, groep Van Hagen. Ja, voorzitter. De heer Van Baarle zegt dat hij tegen iedere vorm van haat is en dat er een oplossing moet komen waarbij iedereen dan gelukkig wordt. Maar de stellingname is toch wel wat gepolariseerd en in ieder geval eenzijdig. Dus ik vraag me af, kan de heer Van Baarle dan in ieder geval de terroristische aanval van Hamas, die in eerste instantie werd uitgevoerd, veroordelen? Voorzitter, ik heb tot in den treuren bij elk debat heb ik veroordeeld het maken van burgerslachtoffers en het aanvallen van weerloze mensen. Tot in den treuren bij elk debat heb ik daar afstand van genomen. Voorzitter, de situatie die daar al 75 jaar plaatsvindt, die is eenzijdig. Namelijk een situatie waarbij al 75 jaar lang de Palestijnen aan het kortste eind trekken. En voorzitter, dat benadruk ik. Dus als ik die kant van het verhaal benadruk, dan doe ik dat omdat de situatie in de praktijk eenzijdig is. Dat een almachtige Israëlische overheid met wapengeweld de Palestijnen onderdrukt voor al 75 jaar lang. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, dat hebben we natuurlijk al eerder gehoord, maar dat rechtvaardigt toch nog steeds niet die ongelooflijke terroristische aanval waarbij zoveel mensen gewoon zomaar werden vermoord. En de poging om dat te rechtvaardigen,
Die valt mij dan zwaar. Het onomstotelijk veroordelen van die terroristische aanval, dat kan niet voorwaardelijk zijn of op een of andere manier recht gepraat worden. Dat is de heer Van Baarle toch met me eens. Ja, Van Baarle. Maar voorzitter, volgens mij heb ik net in antwoord op de vraag van de heer Van Aga gezegd dat ik in elk debat het maken van burgerslachtoffers, dat ik dat veroordeel. Of het nou een weerloze Israëlische burger is of een Palestijns kind dat sneuvelt door een Israëlische bom. Voorzitter, ik ben daar heel helder over. Wat ik ook doe, is wijzen op de omstandigheid dat er al 75 jaar sprake is van het schenden van de mensenrechten van de Palestijnen. En dat moet benoemd worden. Nu, morgen en daarna. En dat zullen wij altijd doen. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, maar dan wordt het toch een beetje met elkaar in verband gebracht. En ik denk dat je dat gewoon onconditioneel moet veroordelen. Maar dan mijn laatste vraag. Kan de heer Van Baarle misschien ook invoelen wat het is, hoe de Joden zich in Israël voelen en hoe ook de Joden zich nu in Nederland voelen? Want dat is toch ook iets wat in die hele vergelijking een grote rol moet spelen voor de heer Van Baarle. Heer Van Baarle. Voorzitter, als mensen op basis van hun geloof bedreigd, aangevallen, gediscrimineerd worden, dan neem ik daar in alle toonaarden afstand van. Of het nou een Joodse Nederlander is die bedreigd wordt, of zoals onlangs is gebeurd, een moskee die een dreigtekst heeft ontvangen. Dat is allebei even verschrikkelijk. En voorzitter, ik zou wensen dat wij ervoor zorgen dat er op deze plek van de wereld rust komt. En ik heb u geschetst wat de oplossing van DENK daarvoor is. Dat is een eenstatenoplossing met gelijke rechten voor zowel Joodse mensen als moslims. En dat die staat wat ons betreft Palestina heet. En dat is ons oprechte pleidooi om een einde te maken aan de al 75 jaar lang durende onderdrukking van de Palestijnen. Ja, en recht te doen aan ook de positie van Joodse mensen. Laatste vraag, de heer Van Hagen. Ja, gaat u gaan. Ja, voorzitter. Ja, ik denk dat het wat grotesk is om vanuit hier, vanuit deze plenaire zaal, te denken dat we het hele probleem daar gaan oplossen. Dus daarom mijn laatste vraag aan de heer Van Baarle. Hoe moeten we dan gaan ingrijpen op al dat geweld dat hier plaatsvindt? Want daar kunnen we wel wat aan doen. En dat is toch voornamelijk geweld van ja, rare mensen die een beetje toch boos zijn over dat de Palestijnen worden aangevallen. En die geweld plegen op Joodse mensen. En dat kunt u toch niet ontkennen? En wat gaan we daar precies aan doen? Want dan moet er toch snoeihard op ingrijpen. Voorzitter, ik heb net aangegeven dat ik welke vorm van geweld tegen Joodse Nederlanders, maar ook Nederlanders die het islamitische geloof aanhangen. Ik heb u net gewezen op ook een dreigtekst die een moskee heeft gekregen. Dat ik dat verwerp. En daar moeten de instanties wat aan doen om ervoor te zorgen dat er veiligheid is. Aan de andere kant, wat de heer Van Haga nu zegt, doen alsof alle intimidatie, alle bedreiging alleen maar vanuit één hoek zou komen, dat is niet waar. Ik kan legio voorbeelden geven. De heer Eertman zei net van ja, je kan in Nederland prima over straat met een hoofddoekje. Dat is niet waar. Vrouwen met een hoofddoek lijden ook onder de meest verschrikkelijke vormen van intimidatie en discriminatie. En ik zou willen dat we alle vormen van haat aanpakken. En daarbij maakt het mij niet uit in welke richting die haat is. Dank u wel, meneer Van Baarle. Dan stel ik voor dat we een paar minuten schorsen. Annelies, het kabinet maakt is dat het herstel van de afschrikking door Israël, in goed Nederlands van de deterrence, een sine qua non is voor het overleven van de staat Israël daar. En ik moest even denken aan, ook naar aanleiding van het moment aan het einde van de bijdrage van DENK, waarbij ik heel blij was voorzitter, hoe de voorzitter op reageerde, wat Golda Meir zegt tegen Kissinger, ook in de recente film was dat weer te horen en over Golda Meir, maar we weten natuurlijk ook uit de geschiedenis. Dat zij zei, we hebben een geheim wapen. We kunnen nergens anders heen. Dat heeft ook hiermee te maken dat het wegnemen van dit existentiële risico cruciaal is voor het lange termijn overleven van Israël. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.